het leukste vind ik zelf de veelkleurigheid van mensen die langskomen. En het zijn ook je medeburgers. Hè? Het geeft ook een zekere band. Het zijn ook de mensen die je kent vanuit je wijk en uit je stad. En die zie je allemaal langskomen. Anja Stelpstra is al 10 jaar stembureaulid in de gemeente Middelburg. Ze is een van de 116 vrijwilligers die morgen de stembureaus in de hoofdstad bemannen. De taken proberen we zoveel mogelijk te wisselen. Want van de 4 stembureauleden is er altijd iemand die pauze heeft. We zitten nooit met z'n vieren. Altijd is er 1 afwezig. En de andere 3 die wisselen van taak. De een neemt de stempassen in, de andere controleert even of er geen ingetrokken stempassen bij zitten. Een derde geeft meestal de stembiljetten uit en let ook of ze terugkomen en in de bus gedaan worden. De gemeente Middelburg is erg blij met het aantal vrijwilligers en ziet de laatste jaren een stijging. Die mensen melden zich zelf of na de verkiezingen of via politieke partijen. Als ze vragen wie regelt dat en hoe gaat dat. Dus meestal is het mond-op-mond reclame dat mensen zich bij ons melden. Als ze zich gemeld hebben, worden ze uitgenodigd voor een instructie. En we nodigen altijd wat meer mensen uit dan nodig. En een aantal worden benoemd en een aantal staan op de reservelijst. De stembureauleden doen het niet voor niets. Ze krijgen voor hun werkzaamheden een tegemoetkoming van de gemeente Middelburg. We krijgen er een vergoeding voor. En dat is €205 voor de mensen die heel de dag zitten. En voor de tellers vanaf 9 uur iets van €30. Voordeel van haar rol in het stembureau is dat ze als eerste mag stemmen. Maar een stemadvies geeft ze niet. Wij mogen echt geen voorkeur uitspreken. Nee, ook niet helpen. Zal ik u helpen? Nee, wij zijn echt onpartijdig.